We zijn hier in S bij Platform S Perspectief bij de Pep Talk. Een van de redenen waarom wij met Pep begonnen zijn, was dat wij constateerden dat we toch wel erg weinig aandacht kregen van de gemeente Haren en dat er erg weinig gebeurde hier. Dat heeft ons tot denken gezet en daar is het initiatief van PEP uit ontstaan. Goedenavond allemaal, welkom bij deze tweede PEP Talk. We hadden natuurlijk gehoopt dat we eerder konden houden dan na de eerste, maar corona heeft natuurlijk wat roet in het eten gegooid. Het is toch fijn dat jullie hier aanwezig zijn. Mijn naam is Ilse van Schijndel, ik zit niet bij PEP overigens, maar ik begeleid deze avond. Wat verwacht jij van deze avond? Ja, dat mag je vragen. Ik ben heel benieuwd waar Pep op dit moment allemaal bezig is en wat zij voor S eigenlijk op de rol hebben staan. En waar we iets van op kunnen steken als politiek natuurlijk, waar we iets van mee kunnen nemen. Vanavond gaan wij de Essenaren meenemen in wat Pep afgelopen jaar heeft gedaan. Eigenlijk wouden we dat vaker doen, maar vanwege corona hebben we niet de gelegenheid gehad om gewoon om met elkaar te praten. Want wat we willen is heel kort wat hier in S leeft. Goed met elkaar peilen. En vanavond gelukkig gaat dat wel gebeuren. Henk van Sambeek van de werkgroep Verkeer. Afgelopen jaar hebben jullie de knelpunten geïnventariseerd. Kun je daar kort iets over vertellen? Ja, de knelpunten zijn niet zozeer door ons geïnventariseerd, maar door de gemeente Boksel. Naar aanleiding van klachten die er waren in de Dorpsstraat. En met name ook een aantal maatregelen die daar genomen werden. En de gemeente heeft toen alle knelpunten nog eens opnieuw in kaart gebracht. In feite waren die bij ons al wel bekend, maar goed, we zijn verhuisd van Haren naar Boksel, dus het was misschien ook niet slecht om opnieuw eens een keer weer in kaart te krijgen. Wat zou jij willen vanavond dat er eindelijk is gebeurd? Dat ik een huis kan kopen in S, eindelijk. Het is heel fijn, mooi project hier op de Rijgerskant, helaas uitgeloot. Ik denk dat ik al maar 5 jaar actief, maar 10 jaar minder actief zoek naar een starterswoning en is onmogelijk. Het is nu overal onmogelijk, maar daar hoop ik vooral. Dus ik ben heel benieuwd naar het uitslag van het woningwensenonderzoek. Om te beginnen wisten we dat er een woonbehoefte was, een behoefte voor extra woningen. En die is ook duidelijk naar voren gekomen. En die overtreft zelfs enigszins tot vrij duidelijk de groeiwens die S heeft. Vanwege de leefbaarheid is er een bepaalde grootte nodig. Daarvoor moet S groeien. Dat is in de omgevingsvisie, ook van de dorpsvisie, is dat ook naar voren gebracht. Dat aantal. Maar dat de wens afhangt van de kijkwijze overtreft zelfs die grote. Wat het inhoudt is dat er een ruim aantal woningen extra gebouwd zou moeten worden. Ik weet niet of dat ik hier in het interview al de eindresultaten ook naar voren moet brengen. Huizen. Wonen, ja. Zit u er zelf op te wachten? Nog niet. Maar als er nou eens bungalows gingen bouwen voor senioren, dan zou ik dat wel leuk vinden. Of leuke appartementen. Maar ook voor de starters, eigenlijk voor iedereen. Plan Rijgerskant, maar als dat afgelopen is, dan is er nog niks nieuws aan de horizon. Dus. Als we de opkomst bekijken naar aantal huishoudens, dan zouden er ongeveer 250 extra woningen nodig zijn in de komende 10 jaar tot kort daarna. Als we zouden kijken, als we het overslaan naar de respons, gekeken naar het aantal inwoners, dan zouden er zelfs tot 400 woningen nodig zijn. Dat past niet bij de visie zoals het dorp het heeft. En het zou uiteindelijk ook het karakter van het dorp schaden als het zover zou groeien. Dus ik denk dat de belangrijkste uitkomst daarop is zeker 250 woningen nodig. Vervolgens hebben we ook gekeken naar de prijsklasse waarin de woningen gezocht zouden moeten worden. En wat onze verwachting was in eerste instantie is dat er juist helemaal aan de onderkant van de woningmarkt gezocht zou worden. Maar het blijkt uiteindelijk meer in het midden van de woningmarkt. De grootste behoefte ligt bij woningen tussen de 200.000 en de 400.000 euro aanschafwaarde. Of uiteindelijk bij huurwoningen tussen de 442 euro en de 742 euro, zo uit mijn hoofd. Daar ligt ongeveer 3/4 van de woonbehoefte. Betekent dat
iets voor starters of voor senioren? Hebben jullie op die manier nog gekeken of alleen maar naar de prijs? We hebben zeker ook naar de leeftijdsopbouw gekeken. En daar zie je uiteindelijk dat met name de jeugd zeer sterk gereageerd heeft. Daar heeft in de leeftijdsgroep van 18 tot 30, zo even uit mijn hoofd, bijna 55% respons gehad. We hebben niet heel specifiek naar prijsklassen en leeftijd gekeken. Die gegevens zijn eventueel wel uit de resultaten eruit te halen. En hoe nu verder? Dat is een hele goede vraag. Dat is in principe niet direct aan ons, maar we zullen op basis van de uitkomsten die we gevonden hebben natuurlijk advies richting gemeente uit kunnen brengen naar ontwikkelaars om uiteindelijk de juiste types woningen neer te zetten wanneer er gebouwd gaat worden, wanneer het project ontwikkeld gaat worden. En ik neem ook aan dat het voor de gemeente Boksel een duidelijke indicatie is wat het dorp nodig heeft en ook wat het dorp niet nodig heeft. Als we ze onderhand schouwen, beginnen aan een nieuwe school. Daar zijn we dus echt aan toe. Ja, ik bedoel maar als je ziet wat er in de andere kernen gebeurd is. We hebben prachtige scholen, hebben het allemaal heel netjes voor elkaar. Alleen hier in S hebben ze het allemaal zo lang vooruit geschoven dat we nog steeds niks hebben. Het zou zo fijn zijn als we daar zo beginnen. We weten dat Boksel, nou noem het dan toch maar, op dit moment zijn beperkingen heeft. Hun organisatie moet nog op orde komen. En vandaar dat wij dus nog druk bezig zijn om dat eigenlijk allemaal op te bouwen. Hetzelfde als de gemeente Boksel aan het doen is. Waar kunnen mensen informatie vinden als deze avond voorbij is? Op onze website staat alles op.